Ik wou graag een land spreken voor Brieven uit Genua van Ilja Leonard Pfeiffer. Een recent verschenen brievenboek, uh, eigenlijk een uitbreiding aan uh, zijn hitboek van vorig jaar uh, La Superba, waarin hij door uh, Genua reist. En in dit boek doet hij brieven uit Genua, dus doet hij. Verbijsterend openhartig verslag van zijn leven als schrijver, als minnaar, als dichter, als reiziger. Um, en uh, hij doet dat op een wijze die uh, in de Nederlandse literatuur, dames en heren, wel haast ongekend is. Zo exuberant, zo vol van humor, zo vol van ziel en zelfgevoel. Um, het is een turf van een boek, het bevat 700 pagina's. Het bevat eh, naast enkele zeer pijnlijke onthullingen eh, ook zeer ontroerende scènes. Eh, en eh, ik kan dus niet anders doen dan u van harte aan te bevelen dit boek van voor tot achter helemaal te lezen. Want als je het van achter naar voren leest, dan snap je er namelijk niks van.